deze man mag aankondigen. We hebben het niet over het feit hoe lang we al kennen, want leeftijd is onbelangrijk. Hij stond aan de bakermat van het ontstaan van de Liberation Route en kijkt nu eens naar de organisatie en hoe deze uit zijn voegen aan het groeien is. Hij gaat jullie meenemen in wat de LRA geworden is. En wie kan dat beter dan mijn goede vriend en honorary chairman van de Liberation Route Europe, Juriaan de Mol. Precies mijn maat, geloof ik. Ja, helemaal goed. Goedemiddag, wethouder van de Scheur, Marcel, dames en heren. Ik vind het fantastisch om hier te kunnen zijn. Namens de Liberation Route Europe, op deze plek, Hotel Erika, Fletcher Hotel Erika. En ik bedacht me dat opeens in de auto, Marcel, vanmiddag, een van de partners van het allereerste uur van de Liberation Route. Dus dat maakt het sowieso al voor mij extra speciaal om hier vandaag te kunnen zijn bij de onthulling van de Vector. En het woord Vector is al een paar keer gevallen, dames en heren. Het is een richtingaanwijzer. Het duidt de weg die je moet volgen, die de geallieerden moesten volgen, om uiteindelijk vanuit het westen, vanuit het zuiden, Italië, vanuit het oosten, in Berlijn te komen. Die Vector of Memory, dat zijn dus ja, richtingenaanwijzers en die zijn vormgegeven door de Pools-Joodse architect Daniel Liebeskind. Waarschijnlijk kennen jullie hem ook van het Namenmonument in Amsterdam. Liberation Route Europe, ja, het is alweer een hele tijd dat we op pad zijn met de Liberation Route, met veel plezier, met ook hele mooie ervaringen en indringende verhalen. We hebben zojuist mevrouw Julia van Vliet gehoord. Eigenlijk wil de Liberation Route voortdurend de gebeurtenissen en de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog herinneren en duiden vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast vinden we het ook ontzettend belangrijk om die geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog toegankelijk en begrijpelijk te maken voor jongere generaties. Maar goed, we moesten ergens beginnen en dat was in 2008. Op dat moment hadden we het gebied, regio Arnhem-Nijmegen, hadden we besloten om daar 25 locaties te openen. Ala deze steen, ja, dat wordt nog steeds liefkozend luisterstenen genoemd. Alhoewel de steen zelf niet praat, maar dat weet hij natuurlijk wel. Op dat moment hadden wij die 25 locaties kunnen bepalen met medewerking van het Vrijheidsmuseum en het Airborne Museum. En dat betekent dat je dus op dat moment op 25 plekken kon horen, je kon bellen, je kon het ook lezen. En nu hebben we natuurlijk mobiel internet, dat is allemaal vele malen makkelijker. Ik zie hier nog een 0900 nummer op staan, maar ik weet dat mijn collega Peter Kruk bezig is met de renovatie van de luisterkeien. He Peter, hij knikt, het is vrijdagmiddag. Verder geen consequenties meer. Maar goed, dat maakte de verhalen er niet minder om natuurlijk. En al natuurlijk wisten we toen al, wilden we ook, een tweede Santiago de Compostela worden. Want we hebben het over op dat moment Operation Market Garden. En wat er in deze regio en in het Gelderse en Brabant gebeurd is op dat moment in 1944. Maar eigenlijk is het natuurlijk een groter onderdeel. Het is de opmars van de westelijke geallieerden vanuit Zuid-Engeland via Normandië, D-Day, de stranden. Via Parijs, Brussel, Zuid-Limburg, de Ardennen eerst nog en dan Eindhoven. En dan inderdaad, ik hoorde het net Julia van Vliet vertellen, de oorlog om de bruggen, al die bruggen die genomen moesten worden. En natuurlijk de beroemde brug Te Ver in Arnhem. Nou, dat verhaal kennen we natuurlijk en dat heeft ons geïnspireerd om op pad te gaan natuurlijk in Europa om te zorgen dat de Liberation Route verder kon groeien. Op dit moment, 2023, kent de Liberation Route meer dan 150 partnerorganisaties, dames en heren. Ja, ik ben er ook heel trots op natuurlijk. En dan heb je het in 10 Europese landen, of meer dan 10 Europese landen inmiddels, en ook in de Verenigde Staten en Canada. Partnerorganisaties, denk aan de Royal British Legion, denk aan het Vrijheidsmuseum, denk aan de Fletcher Hotel Groep of het Juno Beach Center in Normandië, om maar eens wat te noemen. En met al die partijen werken we samen. En blijven we aandacht vragen voor die verhalen, die gebeurtenissen, maar ook, ja, de Engelsen zouden zeggen, die aftermath, de impact, wat er naderhand gebeurd is door die Tweede Wereldoorlog. En daarom is het heel goed dat we herdenken en vieren, en de vrijheid vieren. En ik vind het verschrikkelijk om te moeten zeggen, maar u bent het waarschijnlijk met me eens, volg de media. Het is niet meer we vieren en we herdenken, nee, het is bittere noodzaak om dat te doen, want we hebben oorlog in Europa. Ik had het 2 jaar geleden niet durven denken, Oekraïne is Europa. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel landen en er komen, het lijkt wel, per maand meer regimes bij in de wereld die
De rechten van minderheden inperken. De aantasting van de rechtsstaat, ook bij 3 leden van de Europese Unie is dat het geval. Vrijheid van meningsuiting onder druk. De pers wordt gekooid. Het is een vreselijke situatie en daarom ben ik zo blij dat u allemaal vandaag de tijd genomen heeft om hier naartoe te komen en samen met Marcel en de Fletcher Hotelgroep en de gemeente Bergendal en wij allemaal nog eens een keer stil te staan opnieuw bij die verhalen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog en het effect en wat dat betekent. Want denk goed na, wat is er gebeurd in 1939 dat we de vrijheid kwijtraakten in Europa? Wat hebben al die vrouwen en al die mannen moeten doen 6-7 jaar lang om die vrijheid terug te krijgen? En ik wou bijna zeggen, ja, en wat doen wij nou om die vrijheid te beschermen? Nou, dat is even food for thought. Even over, laat maar even indalen. Maar daar hebben we het over. Eigenlijk van die moeilijke situatie waarin we geopolitiek verkeren op dit moment, wil ik weer ook even meenemen naar de Liberation Route als organisatie. Want het is een heel professioneel team. Mijn collega's, ik weet dat ze ongelooflijk druk zijn en succesvol zijn in het benaderen van de internationale pers. Het informeren van die pers over wat we met al onze partners aan het doen zijn, aan het bijdragen zijn om die verhalen levend te houden. Dat is één. De internationale reisindustrie wordt heel, heel intensief bewerkt. Er zijn educatieprogramma's, bijvoorbeeld de grote tour operator uit Noord-Amerika, Education First, met ik weet niet hoeveel groepen, allemaal langs die Liberation Route gaan. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele mooie ontwikkeling. Ik ben heel serieus, maar ik wil ook wel even een anekdote. Het is echt gebeurd. Ik gooi me toch maar eens even in. Een netwerkorganisatie met 150 partners in 10 Europese landen en op het Noord-Amerikaanse continent, dat bouw je niet zomaar. Dat is een hele, strijd geweest, maar dat is, nou, dat mag je in dit kader nog wel zeggen, maar op een goede manier. In Nederland, in België, dat ging allemaal prima. Er gingen gemeenten aanhaken, provincies, musea, noem maar op. Maar mijn oud-collega van de Liberation Route en nog steeds mijn collega daar is Peter Krukhey. Daar is Peter, ook een man van het eerste uur. Peter en ik hadden besloten, we gaan naar Normandië. Want als Normandië mee gaat doen, ja, dan wordt het pas echt. Want Normandië, als het gaat om de Tweede Wereldoorlog, als het gaat om D-Day, moet je Normandië als partner hebben. Natuurlijk onze grote vriend en medestrijder Wiel Lenders, directeur van het Vrijheidsmuseum uit Groesbeek, ging met ons mee. Wij naar Normandië en wij werden uitgenodigd door de president, de toenmalige president, want dat is Frankrijk, hè, dat is allemaal heel hiërarchisch. President van de regio Normandië, monsieur Turin. Door zijn collega's genoemd Le Petit Hitler, de kleine Hitler, hij is 1,55 meter. Sommigen van jullie kennen misschien nog Louis de Funès, de Franse filmster. Nou, denk aan hem, dan begrijp je mijn verhaal nog beter. Dus, wij zijn na een reis van 9, 10, 11 uur, ik weet het niet, uiteindelijk aangekomen. We mochten natuurlijk wel even overnachten. En toen aan de lunch. En wij verwachten, wij zijn natuurlijk Peter en ik vaker bij de provinciehuis geweest. Dan krijg je lekker een broodje kaas, een glas melk, dat is hartstikke fijn. Dit was een château, dames en heren. Dit was 2011, midden van de kredietconomische eurocrisis. Maar in Frankrijk een paddencrisis, hè? Niks aan de hand. Groot château, de tafels waren gedekt voor 80 man. 5 messen aan die kant, 5 vorken aan die kant. Ik zag de verschillende glazen voor de verschillende soorten wijn. En als oud hotelschoolman dacht ik, oh, ik hou zo erg van Frankrijk. Vive la France. Daar kwam monsieur Turin binnen, Le Petit Hitler. Iedereen gelijk in de houding staan. De directeur van de Kamer van Koophandel, de wethouder, de VVV-directeur, de baas van het strand. Ik weet allemaal niet wie er allemaal waren. En wij natuurlijk ook, totdat Turin zei tegen Wiel Lenders en tegen mij, à côté, wij moesten naast hem komen zitten. Nou, dat was zeer leuk. Daar werd natuurlijk prachtig geserveerd. En toen was het tijd voor de speeches, want Wiel Lenders en ik zouden dan vertellen waarom wij uit Nederland waren gekomen om Normandië zover te krijgen, om lid te worden, partner te worden, mee te gaan doen met Liberation Route Europe. Nou, zei Wiel, dan begint, die zou als eerste in het Engels, nee, zei monsieur Turin, en français. Nou, ik zeg, Wiel, zet hem op, hè. Dus die loopt naar voren. Joh, het is echt gebeurd, Peter. Ik heb mijn getuigen hier staan. En ik zie, hij deed met zijn roestige school Frans. Niet beter of slechter dan het mijne, allebei roestig. En ik zie zo die druppel lopen. En daarna mocht ik. En ik had 2 van die druppels lopen. Maar aan het eind van het verhaal, en ik zie me nog staan. Wiel was weer gaan zitten bij monsieur Turin. En monsieur Turin, die kijkt ons aan. En die kijkt rond naar alle, nou ja, belangrijke mensen in de zaal. En die zegt, merde. Pourquoi les Hollandais? Pourquoi pas nous? Weet je, hoe kan dit? Wij zijn toch Normandië? Wij zijn route de la libération, hè?
En toen zei hij, champagne! Daar kwamen de livreien weer naar binnen met van die witte handschoenen, champagne. En ze zijn lid geworden. En Peter, dat zijn ze nog steeds. En we zijn heel blij met Normandië. Want zonder Normandië, ook heel eerlijk, dan is het toch een ander verhaal. Hè? Goed, dit was even uit de oude doos, maar echt gebeurd. En zo zijn we dus gegaan naar Berlijn en naar Zuid-Engeland, nou, vul maar in. Dus dat is nog een hele onderneming geweest, maar niet zonder resultaat. Tot de dag van vandaag. Ondertussen, ik kom bij de afronding. Ondertussen wordt er hard gewerkt door het team van Liberation Route aan de lange afstandswandelpaden. Ik vertelde dat net al even heel kort. We staan hier ook op de route die uiteindelijk, wij hebben het dan in Gelderland en in Brabant over de westelijk geallieerden. Nou, ga je naar het oosten, dan heb je natuurlijk het Rode Leger bijvoorbeeld. Alhoewel de onderhandelingen met Rusland voor nu zijn gestaakt, om begrijpelijke redenen. En we hebben natuurlijk de zuidelijke route, waar de Amerikanen en de Engelsen naar binnen, de Britten naar binnen kwamen. Eerst Sicilië en dan Anzio en dan de Gustav Line en Monte Cassino. Nou, het is te veel om op te noemen. Al die routes kun je wandelen en fietsen. De routes liggen er, maar online, in zoveel talen, met een app, met over 2 kilometer Hotel Erika, over 5 kilometer het Vrijheidsmuseum, over 7 kilometer kan je gratis bier krijgen. Daar is ook altijd erg druk. En zo gaat het maar door. En dan weer een verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Dan wordt het weer serieus. Dus dat is een fantastisch gebeuren. En wat de wethouder net al zei, na de corona is iedereen aan het wandelen. Ik weet van Peter Kruk van de Liberation dat het knetterdruk is op die app. Want de stukken die er al kan lopen, die worden ook gewandeld. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dus die vector of memory hier, die gaat ook veel mensen de juiste weg wijzen. Daar ben ik wel van overtuigd. In de Tweede Wereldoorlog, hoe zwaar en hoe moeizaam het soms ook was en is, nu ook weer geopolitiek. Gelukkig had de Britse oorlogsleider Winston Churchill een groot gevoel voor humor. Ik wil met hem afsluiten. Ik werd eraan herinnerd 3 weken geleden toen ik journalisten mocht rondleiden in Gelderland uit Engeland. En die hadden het over Churchill en geloof het of niet, was voor mij ook nieuw, september 1940, tijdens de slag, de Battle of Britain. Churchill is in de House of Commons met zijn politieke tegenstander, Lady Ashton. En terwijl de bommen van de Luftwaffe regenen, staan zij gewoon te debatteren in de politiek. Nou, mevrouw van der Scheur weet hoe dat gaat, de business gaat ook door. En zo is het met de politiek niet anders. Maar toen zei Lady Ashton tegen Churchill, Winston, if I would have been married to you, I would poison your coffee. Hij kijkt die vrouw aan en hij zegt, my dear, that being the case, you being married to me, I would drink it. Dank jullie wel.